Het is vandaag weer tijd voor mijn favorieten van de afgelopen maand, van de maand oktober. November is het alweer bijna, of is het alweer? Wanneer leven we? Wauw, dat is de maand dat Niels 1 wordt. What? Goed, en alweer bijna kerst en zo, ik weet allemaal niet meer, het gaat snel. Maar, mijn favorieten van de afgelopen maand. Ik dacht, ik heb niet zoveel favorieten, totdat ik in mijn make-up tasje en zo gekeken en dacht, oh, ik heb eigenlijk best wel een aantal favorieten. Dus die ga ik vandaag aan je laten zien. Te beginnen bij een parfum, want daar begin ik eigenlijk nooit mee. En zo vaak zit er geen parfum in mijn favorieten. Maar het is dit ontzettend schattige flesje. Dit is een parfum van Rituals. En dit is de Fleur d'Himalaya. En het is echt een super cute flesje met een soort houten dopje en Rituals erop. En ik ben vreselijk in het omschrijven van geuren, maar we gaan toch een poging wagen. Oh, hoe vinden we trouwens mijn sfeervolle achtergrond vandaag? Leuk. Het is, nou ja, Fleur d'Himalaya, het zegt het al, het zijn bloemen. Dus het is gewoon echt een hele bloemige geur. En ja, het is ook wel fris. Het is vrouwelijk. Ja, ik vind het echt een hele lekkere geur. Je hebt zeg maar nu, ik weet niet of de geuren op zich nieuw zijn bij Rituals. Volgens mij trouwens ook wel. Ik moet niezen trouwens, als je denkt van, wat gebeurt er? Moest ik eigenlijk al voordat ik begon met filmen, maar hij kwam niet. Toen dacht ik, maar nu ik parfum ruik. Traanoog, super fijn dit. Echt goed, ik ga gewoon door en dan zien we wel of die komt of niet. Bear with me met mijn traanoog. Volgens mij zijn de geuren überhaupt nieuw. En ze hebben voor mannen en voor vrouwen. En ja, ja, de meeste zijn niet helemaal mijn stijl, maar deze vind ik echt super lekker. En je hebt zeg maar een groot verpakking. En je hebt dan de kleine verpakkingen. En dat zijn dus deze. En dit is, even kijken hoor, 10 milliliter. Dus dat is heel weinig, maar op zich, het is eau de parfum. Dus je doet er nog best wel lang mee, denk ik. En ik vind het wel handig, want dit kan je dan proberen voordat je de grote verpakking koopt. En ik vond die kleine ook gewoon heel erg cute uitzien. Ik vond het zelfs jammer dat ik niet meer geuren lekker vond. Want ik dacht, oh, dit staat heel leuk zo naast elkaar op je wastafel. Maar goed, deze en dit is volgens mij 9 euro. Dus daar kan je nog eens een keer een luchtje voor proberen. Dan, uit Amerika had ik natuurlijk weer een bestelling gedaan. En ik had een aantal dingen besteld en heel veel was er niet meer. En sommige dingen waren zeg maar sale en die waren ook al op. En dit was een van de dingen die in de sale was, die er nog wel was. En ik had vooral gezegd, het maakt me niet heel veel uit, maar ik wil graag wat meer make-up van Tarte. Want ik vind Tarte echt een super fijn merk. En toen kwam ze aan met dit palet. Natuurlijk niet helemaal, ik stond op mijn lijstje, maar het stond niet helemaal bovenaan. Het is het Energy Noir Clay Palette. En nou, als je het opent, dan ruik je al Tarte, zeg maar. Ach man. En dit is het palet. Ik probeer het te laten zien zonder het spiegeltje. Het is een blush, een highlighter en oogschaduwkleuren. En dit is dan meer een soort linerkleur, maar het is wel gewoon poeder. En het zijn matte en glanzende kleuren. En ik vond het gewoon een heel makkelijk paletje. En het is inderdaad wat meer voor de avond. Maar ik maak er ook prima een look voor overdag mee. Want dan maak ik mijn ooglid met de lichte kleur. En dan doe ik bijvoorbeeld, oh, nou, het pigment is super goed zoals je ziet. Hele handen vies. En dan doe ik bijvoorbeeld deze of deze in de arcadeboog. Ik vind de blush ook heel mooi. Is een hele mooie, ja, nu heb ik ook oogschaduw er doorheen. Dus het ziet er heel mooi uit. Maar het is een hele mooie, een beetje bronsroze kleur. Zeg ik dat goed? Het is een beetje, het is niet heel roze. Het is een beetje richting het bruin. Wel mat, gewoon helemaal mat. Maar nog steeds wel roze. Het is een beetje, het doet me een beetje denken aan mijn favoriete blush. Die helaas niet meer verkrijgbaar is. Van Catrice was die. En dat is de Rosewood Forest. En dat is ook zo'n hele mooie, bijna bruin, roze, paarse kleur. En dat is een beetje dit. Dit is iets roze nog hoor, maar het is een hele mooie kleur. De highlighter vind ik nog best wel heftig op mijn wangen. Zo kan je het een beetje zien. Het is, hij is best wel dekkend, zeg maar. Dus het is best wel, je moet echt heel goed blenden, wil je geen streep krijgen. Maar weer prachtige oogschaduw, zoals ik altijd van Tarte gewend ben. En ik vind het ook alweer een heel mooi doosje. Dus deze. Mijn handen zitten nu al helemaal onder. Dan een heel ander palet. En dat is dit palet. Dit is het Youngblood Illuminate Palet. En dat ziet er zo uit. Nou, dit is toch een plaatje. Ik vind het echt, oh,
Ik kon echt niet wachten om voor het eerst te gebruiken. Het is dus, nou ja, zoals het al zegt, het is een... Oh nee, doe ik mijn nagel erin. Ben ik klunzig vandaag? No. Goed. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Het is vreselijk. Het is allemaal minerale make-up. Het is er zijn 6 ultra smooth, easy to blend crème highlight shades. Oil free. En ja, ik vind het echt heel fijn spul. Ik draag ze soms los en soms zeg maar met nog iets eroverheen. Ik heb bijvoorbeeld nu deze heel erg uitgeblend in mijn binnenste ooghoeken. Maar ik vind de blush, bijvoorbeeld deze, vind ik ook echt prachtig. Kun je een beetje zien? Ik weet niet of die op scherm goed overkomt. Het is een hele mooie subtiele persiekleur. En ja, ik vind eigenlijk de enige die ik minder gebruik op mijn gezicht zelf, zeg maar, is deze. Een beetje bronzy kleur, omdat die net niet mijn kleur is. Maar ik gebruik hem wel op mijn ogen. En daar vind ik hem wel heel mooi. Dan gebruik ik hem gewoon over mijn hele bewegend ooglid. Dus een heel fijn palet. Is volgens mij wel een beetje prijzig. Maar dat is Youngblood altijd. Het is echt wel een make-up merk wat veel fysicisten gebruiken. Maar ik vind het echt een heel leuk palet. Nog één keer laten zien. Want... En ze zijn echt heel, inderdaad, super, ja, smooth is het goede woord. Het is heel zacht. Het wordt echt een beetje poeder als je het uitsmeert. Het is fijn. Dan de kleur die ik op mijn lippen heb. En dat is de NYX Soft Matte Lip Cream in Rambapam Ibiza. En dat is deze kleur. En ik heb hem nu heel licht op. Wat ik... Eigenlijk altijd, want dit is best wel een heftige kleur. Dus in de zomer zou ik hem misschien wel fel dragen. Maar voor nu doe ik dan gewoon een klein beetje onder en een klein beetje boven. En dan dep ik dat met mijn vingers in. Blijft heel goed zitten. Super natuurlijk, geeft niet af. Ik vind het echt heel leuk. En ze hebben allemaal steden. Dus ze hebben Ibiza, ik geloof Milaan. Ja, niet het, ja, Ibiza stad, maar Ibiza is natuurlijk ook een eiland. Maar ze hebben allerlei plaatsen in de wereld. Volgens mij ook New York. En nou ja, dit vond ik de leukste, maar... Ik moet zeggen dat ik heel erg twijfel over een aantal. En er zitten een aantal ook heel dicht bij elkaar. Dus dan is het net, jou staat net de ene kleur mooier of de andere kleur. En toen ik ze aan wilde testen, ik was bij de Douglas, toen zei die vrouw... Je kunt het beste als je... Want ik zei van ja, weet je, om dat nou zo op je lippen te smeren vind ik niet heel hygiënisch. En toen zei ze, je kunt het beste... hoe zei ze dat nou? Volgens mij op de binnenkant van je vinger doen... en dan kan je hem zo zeg maar, bij je gezicht houden. Want dat komt redelijk overeen met de kleur van de natuurlijke kleur van je lippen. En dan kan je het ook goed zeg maar, zo bij jezelf zien. Vond ik een hele handige tip. Dus dat geef ik je meteen nog even mee. Dan, voor wie mijn opruimvideo heeft gezien van mijn hele beauty stash. Was een beetje een werkje. Maar dan ontdek je wel weer even oude schatten. Waaronder deze. En dit is het Sleek... Rose Gold, de Sleek Rose Gold Blush. En dit vind ik echt, deze, nou ja, er zit echt een hele deuk in. Maar je doet er heel lang mee. En dit vind ik zo'n mooie blush. Het is echt, ik vind hem wel meer een avond dan een dag blush. Omdat hij best wel heftig is en best wel behoorlijke glow heeft. Maar ik moet zeggen, in het land der highlighters is het tegenwoordig ook wel redelijk oké om zoiets overdag te dragen. Dit is hem. Het heeft een hele mooie rosy glow, zeg maar. Ik zal hem hier even een beetje... aanbrengen. Deze, love it. Ik ben hier echt gek op. En het is een dupe van NARS Orgasm. Of als ik het goed heb, NARS Orgasm. Ja, volgens mij NARS Orgasm. En ja, ik vind het gewoon een hele mooie blush. Ik heb hem echt al... Deze blush heb ik al... Ik denk een jaar of 5. Ik vind het een heel fijn blush. Ik ben heel blij dat ik hem weer terug heb gevonden. Dat vind ik altijd mooi aan als je je stash opruimt. Dat je ineens weer denkt, oh, dit lag helemaal onderop. Daarom gebruikte ik het niet meer. Dat is heel zonde, want ik love it. Love it. Dus. Dan, ook een recente ontdekking. Die ik al heel lang heb staan. Of nou, een heel lang jaar of zo, denk ik. Dit is de Real Techniques Sculpting Brush. En ik heb altijd de neiging om... kwasten te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Terwijl er zoveel meer mogelijk is. Dus deze om te sculpten. En daar gebruikte ik hem wel eens voor. Maar niet dagelijks. En ineens dacht ik, hey, misschien kan ik dit ook wel voor foundation gebruiken. En dat werkt fantastisch. Het is een redelijk stijve kwast met haartjes dicht op elkaar. Het is een beetje een buffer brush. Maar ja, dan toch weer net wat
stijver of zo. Ik vind hem heel... Ik zit helemaal aan te voelen, maar ik vind het echt een heel, hele fijne kwast. En je kan ook mooi in de hoekjes en zo. En ja, ik vind het heel fijn. Eigenlijk breng ik altijd aan met mijn vingers. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste tijd deze pak. Alhoewel ik hem vandaag heb gedaan met mijn Bare Minerals Tinted Gel Cream. Maar ja, daar is het niet helemaal geschikt voor. Want die is gewoon net niet... Dat is gewoon net iets te gellerig. Maar waar ik hem wel graag mee gebruik is deze. En dit is ook een oude favoriet die ik weer opnieuw heb ontdekt. En dit heeft vooral te maken denk ik met de huidskleur die ik nu heb. En daar past deze gewoon heel goed bij. En daarom pak ik hem graag. Dit is de Maybelline Fit Me Foundation in de kleur 120. Heeft dat ook nog verder een naam? Denk het niet. Oh ja, Classic Ivory. Normaal ga ik niet zozeer voor de ivory kleuren. Maar dit is eentje die wel heel goed past nu. En dit vind ik echt een... Deze vind ik echt een gouden combinatie. Dit is verder gewoon een hele basic, fijne foundation. Niet te zwaar. Een beetje lichter tot medium dekking. Als je hem gewoon stevig aanmaakt, is medium. Je kan hem zelfs wel redelijk opbouwen. Maar hij voelt niet heel zwaar op je huid. En dat vind ik wel heel lekker. Dus dat is deze. En dat is meteen mijn laatste favoriet. Ik zit even nog te kijken. Maar dit is inderdaad mijn laatste favoriet van vandaag. Dus ja, toch eigenlijk best wel wat. En ook een leuke variatie, denk ik. Ik ben heel benieuwd naar jouw favorieten van de afgelopen maand. Oh, en mocht je nog niet zijn opgevallen, ik ben naar de kapper geweest. Maar misschien heb ik dat in de vorige video eigenlijk al gezegd. Weet ik eigenlijk niet. Dus ik heb er weer lekker een stukje af. En ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben er heel blij mee. Laat vooral weten wat jouw favorieten zijn. Ik ben heel benieuwd. En dan zie ik je snel weer. Doeg! Reinigen. Eigenlijk een beetje gek, want je doet alles wel in één keer. Je ogen en je gezicht, zeg maar, en zo. Maar ja, nou, misschien toch ook weer wel, want ik vind hem...